het is gewoon belachelijk. Maar goed, iedereen kan fouten maken, maar ik denk dat dit een fout is die je niet mag maken. En dat heeft namelijk de wedstrijd gigantisch beïnvloed. De resultaten, laat ik zo zeggen. Want jullie spelen daarvoor van de tweede helft fantastisch. Ja, wij spelen de hele wedstrijd wel goed. We houden dan de eerste fase even. En ik denk dat wij onze tegenstander. En ik denk dat wij vooral tactisch heel goed hebben gedaan. En zij kregen er absoluut geen grip op. En dat kon je ook zien. Dat kon je ook zien aan de spelers. En dat was zelfs in de tweede halve fase. Zij geloofden helemaal niet meer in. Omdat wij waren namelijk de bovenliggende partij. Dan is het heel vervelend. Alsof dat zo'n moment dat bepaald is voor de einduitslag. Want hier schieten we namelijk helemaal niks meer op met één punt. En dat is wel heel vervelend. En uiteraard, het was gewoon een geweldige wedstrijd. En mede dankzij, denk ik, vooral PSV. Ja, bij Wijnaldum, ook zo van genoten op Nederveld? Ja, kijk, het is altijd een mooi. Kijk, wij waren zeer aanvallend. Maar vooral ook met mijn verdediging, die durfde 1-1 te spelen. En ook vrij ver van de goal af in fases, goed druk zetten. De Genie, ja, Kevin was heel goed vrij, die konden we goed gebruiken. Willems viel goed in. Ja, een mannetje van 17 jaar, dat kan ik alleen maar zeggen, chapeau. Hè? Als je in een topwedstrijd meedoet en je zou niet door de grens heen, dat is alleen maar compliment. Maar het is eigenlijk een compliment naar het hele team, want die jongetje werd ook wel heel erg goed geholpen. Ook, ik heb je zwakke schapen zien vandaag. Kevin Stroot, man is te boos, wil niet voor camera verschijnen. Wat heeft hij net tegen jou gezegd? Ik ben een beetje uit zijn buurt gegaan, omdat namelijk ik zag een unieke attitude van even wegwezen, ga daar maar niet naartoe. Nou, dat zeg je nog. Boosheid, verdriet? Ja, volgens mij is het eerste woord hoor. Enorme boosheid. En terecht, denk ik. Hij is een winnaar. En als je het enorm beïnvloedt, ja, dan kan ik me voorstellen dat die speler zo is. Je ging af op het veld in om een aantal mensen van het arbitrale kwartet te bedanken, maar de scheidsrechter niet. Nee, klopt. Nee, normaal ben ik een heer. Ik heb heel veel respect voor de mensen en heel veel respect voor dat mensen fouten kunnen maken. Maar als iemand al na 40 minuten naar mij komt op een pedante manier, dat ik te veel en te lang en met arm en gebaar commentaar heb op de leiding. Nou, volgens mij heb ik niet als een idioot aan de kant gestaan. En volgens mij ben ik coach. Volgens mij zijn de regels, als ik binnen het vak blijf, dan mag ik mijn spelers mag ik coachen. Mijn spelers mag ik helpen. Ja, als dat dan verkeerd wordt vertaald, is dat wel heel erg vreemd. Ja, heb je het gevoel dat het eenmalig is? Wat bedoel je? Nou, is dit net tegen jullie, vorig jaar tegen Feyenoord volgens mij ook? Ach, complottheorie doe ik niet aan hoor, maar het is wel heel vervelend dat het ons overkomt. Ja, absoluut. Neem aan dat je vanuit gaat dat er geen schorsing volgt. Nee, natuurlijk niet. Er kan geen schorsing op volgen. Kijk, als het dan wel bestraft moet worden, ik heb de beelden nog niet gezien, maar wat ik dan hoor van in mijn omgeving, ja, dan is het een overtreding, maar absoluut niet een overtreding dat je zegt van dat is de rode kaart waard, dus wij dan absoluut gaan we die schorsing wel aanwijzen.